Sold the house and we took the kids on the road where we found bliss, collecting adventures. We'll take you with us to explore in the north, surrounded by the fjords, collecting adventures. Sinaasappels, citroenen, limoen hebben we ook nog gezien. Ik heb net een paar sinaasappels van een boom gepakt toen ik even Kim aan het begeleiden was. Een paar sinaasappels missen ze niet. Het zijn echt mega veel. Zo, we hebben het gehaald. We hebben een hoop. 1,2 kilometer. Best. We hebben niks geraakt, behalve een hoop takken en wel sinaasappels en zo die aan de bomen hingen. Maar dat moeten we maar voor lief nemen. Dat is beter dan dat we beton raken. Ja, het was echt close. En door alle consternatie van het wegrijden zijn we vergeten de vlog te openen. Dus dat doen we bij deze. We rijden nu weg bij het Stuwmeer. Wij gaan richting de Sierra Nevada, een paar dagen later dan gepland. Maar tot nog toe loopt eigenlijk zo ongeveer alles anders dan wij van tevoren plannen. Dus we proberen met de dag te leven en eigenlijk gaat dat prima. Dus ja, een uurtje moeten we weg. Na het uurtje, uur en 2 minuten, dus dat is bij ons dan waarschijnlijk 5 kwartier, misschien een half uur met al die haarspelbochten. Maar we hebben geen haast. Goed, zo kijken of we vanmiddag nog even kunnen sleeën. Hoe vonden jullie het, jongens? Ja, was leuk hè, dat we even jullie vriendjes weer even hebben gezien. Ja. Onverwacht. Hallo Kai. Ja, onverwachte, heel toffe ontmoeting weer. Wat zeg je? We gaan richting Sierra Nevada. Ja, Sierra Nevada. Goed onthouden, Kai. Dus tot zo in de sneeuw. We zijn aangekomen. Kijk, hier staat de camper. We zijn op 2000 meter of zo. Hoger, ik weet niet. Kijk even naar het uitzicht. We gaan nu eventjes de boel verkennen hier. Even het dorpje inlopen, even kijken waar de gommel vandaan vertrekt. En we hebben van die... Kei! Niet zo dicht bij de rand. Kom daar eens vandaan. Sleetjes. Ik ging een sneeuwbouw gooien en toen ik hem niet rollen, toen ging hij steeds meer zo bam 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 kapot. Hele belevenis. Maar goed, we hebben dus sleetjes. En dan gaan we zo meteen eventjes mee sleeën. Kijken hoe ze het doen. Het is echt verschrikkelijk mooi hier. Wat jammer dat het hek hier staat, maar... Heel vet uitzicht, we zitten hier natuurlijk best hoog. Ik denk dat we op iets van 2200 meter zullen zitten hier als ik dat bord zo kijk. Zeg. Ja? Ah joh, laat gaan. Het kan pijnlijk naar je billen, hè? Ben je klaar voor? Ja.
botsing. Ja. Hou je hem vast, hè? Goed zo. Ik werd bijna omver gesleed. Zo, we zijn net terug van het sleeën. Het is nu iets van 5 uur. Ze zaten nog even te chillen voordat we gingen koken. En ineens begint het te sneeuwen. En we zitten gewoon hier in die wolk. En je ziet het zonnetje nog een beetje waterig erdoorheen komen. Het is wel echt heel vet nu hier. Ik ben benieuwd of het nog harder gaat sneeuwen vanavond. En dit is de parkeerplaats waar campers allemaal staan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor dag is het vandaag? Vrijdag. Vrijdag. Ik zat net te kijken toevallig. We gaan vandaag de piste op. We gaan hier, ik zal even kijken of je het kan zien. We moeten dus hier naar beneden lopen. En dan daar beneden, hier zie je de... Nu dus niet, want Seb staat precies in het beeld. Oh, sorry. Hier beneden zie je de gondel omhoog lopen daarheen. Dus we gaan nu naar de gondel lopen. We moeten naar beneden en daarna gaan we met de gondel omhoog. Ja, half uurtje. Dan gaan we daar sleeën. Het is een half uurtje lopen. Half uurtje lopen en dan hebben we straks een arrangement gemaakt. Dat je, we kunnen sleeën boven en wat kunnen eten daar. Het is qua temperatuur eigenlijk goed te doen. Vannacht was het wel -10 geworden of zo. Ja, het was -10. Vanochtend toen we wakker werden, -9. Maar het is, nu de zon op is, is het prima. En alles doet het nog in de camper. Dat was ook even van, ja, gaat het nog... wat toevallig net van vrienden gehoord. Van, waarbij je de vorstbeveiliging was aangeslagen van de boiler. En die heeft de hele tank leeg laten lopen. Dan loopt alles eruit. Maar dat is bij ons gelukkig werkt de water ook nog steeds. Dat was natuurlijk een probleemdingetje. Ja. Maar het is winterhard ook, hè, dus het was ook wel te verwachten. Maar het werkt ook echt. En we worden er blij van. We gaan jullie weer meenemen. Zijn we nu, Kai? In de gondel. In de gondel, ja. Nog niet de gondel, is nog een stoeltjeslift. Dus we gaan nu naar beneden. En dan gaan we richting de gondel. Anders was het een half uur lopen. Dus dit is wel iets relaxer. Ja, dus je kunt ook het uitzicht zien van beneden. Ja, ik kan lekker genieten van het uitzicht, hè. Zo, kijk, achter ons hier die sneeuwkanonnen, zie je dat? Er zijn echt mega veel sneeuwkanonnen hier zo overal te draaien. Dus ik denk dat het eigenlijk gewoon al amper sneeuw valt. Daar maar het geeft ook wel mooie beelden met die sneeuwkanonnen. Echt. Daar ook veel, hè? Ja. Vanochtend zag je er nog meer staan. We gaan lekker snel. Zit ondertussen in de gondel, hè, Kai? Ja. En deze gaat een stuk sneller dan de stoeltjeslift, hè? Ja. Je wel zien met die ramen, die helemaal beschadigd zijn, maar ook al niet. Je ziet inderdaad kleine. Kijk, de vlieg ook weer boven de sneeuw. Ja. Hallo, we zijn ondertussen boven. En het is hier gewoon warm. Maar het is wel handig om een warm kleding aan te hebben. Skigebied eigenlijk. Maar het is voor mij heel lang geleden dat ik hier geweest ben. En we zitten hier dus op 2700 meter. Zo, we zijn alweer op de terugweg. We hadden veel eerder dan gepland. Het was niet echt een succes.
Kajat heeft last van hoogteziekte. Hoogteziekte heeft Sepp. Nu gaan we naar beneden naar het dal en hopen dat Sepp een beetje bijtrekt, dat het veel beter wordt. Ja. En dan gaan we zo terug naar de camper en kijken of we daar weer even kunnen slenen, net als gisteren. Dus ja, wel zonde van het geld, want het was al betaald natuurlijk. En we hadden er heel veel zin in. Maar goed, het is niet anders. Je hebt het niet altijd in de hand. Ik zal wat beelden hier laten zien, want het is echt heel tof. Op de achtergrond zeggen, papa gaat op zijn bakken, kijk. Ik ben gewoon lekker uit sleeën. En toen kwam ik bij een hoppel en toen viel ik van mijn slee af. Oh echt? Ja. En toen? Had ik geen pijn. Toen had ik geen pijn, gelukkig. Morgen. Het is vandaag zondag. We staan op dit moment in de rij voor de bus. We zijn vanmorgen van Antequera naar boven gereden om de R Torcal te lopen. Alleen we waren toch een beetje aan de late kant, dus de parkeerplaats voor de boven schijnt vol te zijn. Dus we hebben de camper op een iets te klein plekje geparkeerd. We steken een beetje uit. Maar goed, het is wat het is. En nu gaan we dus met de bus zo naar boven. Dan gaan we een hele mooie wandeling maken, als het goed is. Ik ben benieuwd of die de vorige kan overtreffen. Wat denk jij, Sepp? Wat? Heb je er zin in? Ja. Heb jij er zin in, Kai? Ja. Heb jij er zin in, Rijn? Zeker. Zeker. Nou, we gaan het beleven allemaal. Nou, we zitten ondertussen in de bus, hè, Sepp? Ja. We gaan omhoog. Ik hoop dat de buschauffeur een beetje oké rijdt. Ja, een vrouwwagen zie ik er aan. Ja. Hoe is dit ontstaan? Het is 20 miljoen jaar geleden. We hebben net een bord in het Engels gelezen. Dus het kan zijn dat het niet helemaal klopt. Maar het is 20 miljoen jaar geleden is het uiteindelijk begonnen. Toen is het uit de grond gedrukt. Daarvoor was het de zee. Dus er liggen ook nog allemaal skeletten. Ja, fossielen skeletten zullen dat wel zijn van zeedieren. Schelpen. En toen is het dus omhoog gedrukt. En door alle weersinvloeden van de sneeuw en water en wind... zijn die rotsen eigenlijk op een heel bijzondere manier gevormd. Het lijkt eigenlijk alsof het allemaal gestapelde stenen zijn. Maar het is door de weersinvloeden ontstaan. Het ziet er echt heel vet uit allemaal. Nou, we zijn begonnen aan de wandeling. Het is veel klimmen en klauteren, denk ik. Tussen die rotsen door. Die rotsen zijn wel bijzonder. Dit is ontstaan door... Oh, kijk, hierbovenin. Hier ligt een steenbok. Een berggeit. Kijk, sta boven. Een berggeit, een steenbok. Ik zal eens inzoomen. Daar is Kai. Zie je hem? Het is echt wel klimmen over de rotsen. Maar het is echt super mooi ook weer hier. Heel anders dan de vorige wandeling. Maar ook zeker deze is een aanrader. Vind ik. Echt heel mooi. Thank you.
natuurlijk een welverdiende lunch tussendoor met een view. Waar wij altijd in de zon gaan zitten, dat is mislukt, maar dat levert dan wel weer deze mooie plaatjes op. Zo, dit smalletjes, jongens. Wauw. Hey Seb, tik hem aan houden, goed gelopen. Keitje, tik hem aan houden. Hey Kim, tik hem aan vrouwen. En kijk wat een timing. De bus. Nou, we zijn ondertussen naar een anderhalf, twee uur rijden aangekomen in Marbella. En de camper staat hier. Dit is gewoon een parkeerplaats. Langs het strand. Dus niet een officiële plek waar je zou mogen staan. Dus we gaan het zien. Er staat nog een camper voor ons. En een stukje verderop staat ook nog een camperbusje. Dus ik denk dat het wel goed komt. En we gaan nu eventjes langs de boulevard wandelen nog even. Het is best fris geworden, vind ik. Even kijken hoe het strand van Marbella eruit ziet. Goedemorgen. We zijn vandaag weer wakker geworden in Marbella op de boulevard. En we zijn nu allemaal van dit soort schelpjes aan het zoeken om uiteindelijk een cadeautje mee te maken voor de oma's. Dus we zijn lekker het strand aan het afstruinen op zoek naar die roze en geelachtige schelpjes. Hey! Zijn Puk een beetje aan het trainen, want hij is niet meer zo heel erg gewend om los te lopen. Om er weer los te laten lopen. Voor het eerst is heel lang, hè Puk? Daar in de verte ligt Afrika. Marokko. Dat is Marokko. Aan de andere kant van de zee. We zijn ook al een paar keer langs een van die kleine hokjes gereden waar je dan tickets kan kopen. Maar die zitten natuurlijk muurdicht omdat die grens ook muurdicht zit. Je kan overal tickets halen voor een overtocht. Allemaal dicht. En kijk even hoe groen het hier is ook. Het is een beetje een hommelige stijl naar beneden lopend wegje. Met dat eilandje daar verderop, dat is Tarifa, daar zijn we naar onderweg. 800 meter weer links aanhouden. En daar op dat eilandje, daar staat een uitkijktoren schijnt. Misschien ook nog wel leuk om even te gaan bekijken. Kim is even aan het werk en ik ben even naar het strand met die jongens. Het waait heel hard. Dus ik heb de microfoon nu erop gezet. Ik hoop dat het voldoende werkt. Dan ga ik zo terugluisteren. Wat gaan jullie maken?
Oké. Ze denken zandkasteel, maar ze weten het nog niet zeker. Ik ben benieuwd. Nou, we zijn weer bij een speeltuin beland hoor. Je kunt er niet omheen. We zijn nu in Tarifa, in het meest zuidelijke puntje, bijna. We gaan zo nog het laatste eilandje op. En dan hebben we eigenlijk het meest zuidelijke puntje van Europa. En dit staat op de punt van het vasteland. Ik denk vroeger een verdedigingswerk met bunkers geweest. Want hier verderop, daar ga je een brug over. En dan ga je naar dat eilandje toe. En als ik het goed zie, zijn dat ook verdedigingswerken. Er zit in ieder geval een grote stadsmuur omheen. Goedemorgen. We staan op dit moment eventjes bij het hulp- en leegpunt in Tarifa nog. En we gaan vandaag doorrijden naar net iets boven Cadiz. En dan gaan we weer eventjes chillen op een camping. En daarna rijden we nog een stukje noordelijker. En dan, of zuidelijker bedoel ik, naar beneden. En dan net nog voor de grens met Portugal gaan we nog even een paar dagen op een camping staan. En daarna gaan we de grens over met Portugal. En gaan we uiteindelijk richting Mickey's Place. Want daar moeten we nog het een en ander aan proviant bij Gaby van Travel to Wonderland afleveren. En kijken of daar plek is. En anders dan trekken we andere plannen ook helemaal prima. Maar dat zien jullie allemaal in de volgende vlog. Want bij deze sluit ik de vlog af. En tot de volgende keer.